naar deze nieuwe video op het kanaal van Kinderdrijven Boezemvriend. Vandaag gaan wij de duifjes laten zien aan jullie. We gaan er alles over vertellen. En hopelijk kunnen jullie er wat van leren. En ja, veel kijkplezier en luisterplezier. Nou, je ziet hier een helmduif. En die helmduif, dat nog eentje, kan je herkennen aan een soort helmtjes die hij heeft. En een vrouwtjesduif noem je een duivin. Een mannetjesduif noem je een doffer. En een jong van een duif noem je een pieper. Nou, hier zien jullie de kapucijnenduif. Dit is de donkere. En daar zie je de lichtere. Ik denk dat jullie het wel goed kunnen zien. Hey. En dat is een mannetje en een vrouwtje. Dit is de krulduif. Hier zien jullie een mannetje en je kan ze die krulduif natuurlijk herkennen aan de krullen en de veren. En dat is het mannetje en hier hebben jullie het vrouwtje. En die zien jullie ook de krullen natuurlijk. En het vrouwtje dat is een beetje wit met bruin en het mannetje is grijs. Ja, vooral grijs met donkerblauw een beetje. Dan zien jullie hier de Oud-Hollandse meeuw. Hier zien jullie de Amsterdamse baartuimelaar. En hier zit de broeder en de andere van deze soort die zit buiten. Misschien kunnen jullie ze zien. Ja, daar zit ze. Of hij. Dit is het vrouwtje van de hyacintduif. En het mannetje dat zit buiten. Die kunnen we even niet zien. Maar die kunnen we vast nog even een andere keer laten zien. Zo. En dit is het mannetje van de hyacintduif. En die staat heel mooi op het puntje voor de veel. Dit is het voer van de duiven wat ze elke ochtend en elke middag krijgen. En dan doen we het zo hierin. En dan zetten we in het hok. En ze krijgen natuurlijk ook water. Maar dat weten jullie hopelijk wel wat het is. Die zetten we dan hier in het midden. Leuk zijn als jullie abonneren op het kanaal voor Kinderdrijvend Vriend. En dan zien we jullie hopelijk bij de volgende video. En natuurlijk even abonneren, bijna vergeten om te zeggen. En dan later!